complexe positieanimaties verplaatsen in After Effects, dat is vaak moeilijk. Maar in deze tip of the week zal ik je tonen hoe dit veel gemakkelijker kan. Voor deze tip of the week duiken we meteen in After Effects. Ik heb hier een animatietje van twee lagen die elk hun eigen positieanimatie hebben. Als ik die er even bij haal, dan zie je dat die elk hun eigen pad hebben. Vrij complex om te gaan volgen. Nu, stel ik wil eigenlijk die animatie voor meer naar links zetten, want die moet bijvoorbeeld hier binnen in dit vlak gebeuren. Dan gewoon selecteren en verplaatsen. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken, want dan hebben we onze positieanimatie hier al volledig om zeep geholpen. Dus ik ga even ontdoen. Nu, de gemakkelijkste manier om zoiets te gaan verzetten is eigenlijk gebruik te gaan maken van een nulobject. En een nulobject is gewoon een laag dat we niet zien in onze render, maar waar dat we wel andere lagen kunnen aan gaan koppelen. Dus ik ga dat even maken hier bij Layer, New, een nul object. Hoe wordt dat hier toegevoegd? En wat ga ik nu doen? Ik ga deze twee lagen gewoon gaan parenten aan dat nul object. En nu kan ik eigenlijk gewoon dat nul object gaan verplaatsen. Ik ga er even de andere twee bij selecteren, zodat ik de motion paden zie. En nu kan je zien dat ik eigenlijk gewoon die volledige complexe animatie kan gaan verplaatsen. Dus kan ik die hier binnen zetten. En ik kan zelfs nog verder gaan. Ik kan bijvoorbeeld hier nu de rotatie bijvoorbeeld aanpassen om die volledige complexe animatie zelfs nog te gaan roteren of zelfs te gaan scalen. Maar vooral voor die positie gebruik ik dat natuurlijk veel en die rotatie kan ook wel helpen. Zo, misschien een klein beetje scalen zodat we binnen onze borders blijven. En voilà, die complexe animatie zit nu binnen in dit vierkant. Dat is niet zo moeilijk. En we kunnen ook nog heel gemakkelijk, stel dat we nu deze laag niet meer nodig hebben, kunnen we die gewoon deleten. De lagen gaan blijven staan. En alles is verzet zoals dat we het wouden. Voilà. Zo simpel kan het soms zijn. Dus een nul object, het is een beetje een rare laag, want we zien ze niet in onze render. Maar het is zeker iets wat wel handige functies kan hebben. Als je deze video interessant vond, geef ons dan zeker een like. Abonneer je ook op ons kanaal voor meer van dit soort tips en tricks. En dan zie ik jullie graag terug in een volgende video. Tot in de volgende. Dag.